Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb deze keer echt een mega shoplog voor jullie. Ik had allemaal spullen nodig voor in huis. En normaal koop je deze spullen dus als je op jezelf gaat wonen. In mijn geval woonde ik al een tijdje op mezelf. Maar ben ik door omstandigheden heel veel spullen kwijtgeraakt. En kwijtgeraakt klinkt ook echt heel erg raar. Maar zo noem ik het maar even, zodat ik niet te veel in de details hoef te treden. Hoezo ik ze ben kwijtgeraakt. Maar ik zat dus eigenlijk zonder heel veel spullen. Dus het was hoog tijd om nieuwe spullen te gaan halen. En ja, dat kun je natuurlijk het beste doen bij de Action. Dus ik heb daar echt een hele grote tas vol. Ook heb ik nog wat leuke spullen bij andere winkels gehaald. Dus ja, die ga ik jullie laten zien. Ik denk dat ik alweer veel te lang aan het praten ben. Dus laten we snel doorgaan met deze mega shoplog. Ik heb hier een boodschappentas van de HEMA, waar onder andere wat spullen in zitten van de HEMA en een paar andere winkels. Daar ga ik even mee beginnen. Zoals je kunt zien heb ik de tompoeze tas genomen. Ze hebben hem in twee versies. Een tompoes en een worst. Nou, ik lust ze allebei niet, maar als je dan toch moet kiezen, dan maar de tompoes. De prijzen van de producten die zet ik even hiernaast. Ik vind het een beetje rommelig als ik de bonnetjes erbij moet gaan houden, zodat ik zo moet gaan zoeken van wat kost. Dus die zet ik er gewoon even naast. En bij de HEMA kocht ik deze Alphabet Lightbox. Deze wilde ik echt al super lang hebben. En die stond al zo lang op mijn wishlist. En ik dacht, ik moet nu toch nieuwe dingen kopen voor een huis. Dus dan past zo'n lichtbox er perfect bij. Alleen, het heel erg jammer is, want ik wilde natuurlijk ook gelijk testen, is dat ik de achterkant er echt voor ging mogelijkheid afkrijgt. Dus daar moet ik nog eventjes mee gaan proberen. Want die gaat echt heel erg moeilijk. Mocht jij tips hebben. Als je deze lichtbox hebt. Van zo krijg je het achterklepje van de batterijen eraf. Laat het me zeker weten. Want hij zit echt zo strak. Dat ik er echt een beetje gek van word. Maar dit is dus de lichtbox die ik haalde bij de HEMA. Dan kocht ik nog een item bij de HEMA. En dat is deze sierletter. Waar je lichtjes in kunt doen. En die je dus kunt pimpen. Het is eigenlijk een do-it-yourself letter. Dus je ziet hier al hebben ze hem bijvoorbeeld gepimpt. Dus ik denk dat je dat heel erg leuk kunt doen met washi tape bijvoorbeeld. Ik weet nog niet of ik hem ga pimpen. Maar ik heb er al wel een hele leuke plek voor. En ik vond dit zo leuk dat ik deze heel graag wilde hebben. Hij is wel van karton. De lichtjes moet je er zelf nog even indrukken. En ook het snoer moet je er zelf aanmaken. Maar ik vond dit, ik vond dit echt zo'n leuk iets. Wat ik gewoon ook al eigenlijk best wel lange tijd wilde hebben. Dat ik dacht, die ga ik ook eventjes meenemen. Het laatste wat ik bij de HEMA nog meenam, dat is even een scheergel. Helemaal niet interessant, maar ja, die zat er ook nog in. En ik vind de shaving gel van de HEMA heel fijn, want die is ook voor de gevoelige huid, volgens mij. Of was dat de ander? Nou, ik dacht ook dat deze voor de gevoelige huid was, maar ik heb deze eigenlijk altijd en ik vind hem heel fijn. Dus ja, prima. Dan kwam ik bij de trekpleister dit leuke hangertje tegen met I Like Nice Things erop. Ik vond deze echt super leuk. Om op te hangen in huis. Ik vond ook het heel erg leuk met die rosé gouden kleur. Hier zo. Vond ik gewoon heel erg leuk. En voor die 95 cent dacht ik, ja, die ga ik gewoon meenemen. En die ga ik een leuk plekje geven in huis. Dan was ik ook nog eventjes bij de kruidvat. En daar kwam ik deze houten kaarsenplaat tegen. Eigenlijk zo noemen ze het, een houten kaarsenplaat. Ik ga hem niet voor kaarsen gebruiken. Ik wil hem graag gebruiken bij productfoto's voor mijn blog. En ik was al zo erg lang op zoek naar zoiets. En deze was nu 4 euro. Ja, 4 euro. Dus ik dacht, vind ik gewoon super leuk. En ik kwam ze al bijna nergens tegen. Voor zo'n goedkoop prijsje krijg je hem ook niet snel weer. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Voor de lichtbox en die letter A moest ik batterijen hebben. En we waren toevallig even bij de Aldi en daar hadden ze batterijen. En daar heb ik, even kijken, 8 stuks. Ja, 8 stuks batterijen. En die had ik gewoon even nodig om de lichtjes ook daadwerkelijk te gaan laten doen. Dus dat was heel erg handig. Alleen in die lichtbox gaan er geloof ik al 6. Als ik het achterkantje dus eraf krijg. Dus ja, super handig. Dan kocht ik ook nog 2 items bij de Vibra. En allereerst kocht ik een vleesstang.
En ik heb lekker fout een roze genomen, want ze hadden van die felle kleurtjes en ik vond dat wel heel erg leuk. En ja, vleestang is gewoon heel erg fijn om te hebben om, ja, uiteraard je vlees mee om te draaien. En ja, dat kan ik eigenlijk gewoon ook niet zonder. En ja, deze vond ik er ook wel heel erg leuk uitzien in dat roze kleurtje. En ja, hij doet gewoon prima waar hij voor dient, denk ik. Tenminste, hij ziet er goed uit, dus ik ga ervan uit dat dat verder goed gaat komen. En ja, daar ben ik heel blij mee ook eigenlijk wel. Dan kocht ik ook nog bij de Vibra een choker. En ik was al zo lang op zoek naar een choker. Ik kocht een brede variant met zo'n leuk hartje erop. Ik ben voor de zilveren gegaan. Ze hadden ook goud. Hier zit een sluitingtje op. En ik vind ze echt zo leuk, want ja, als je echt al zo lang op zoek bent naar een choker. En ja, dan kom je ze eindelijk tegen, ben je daar heel erg blij mee. Ik woon in een dorp, dus ik heb niet hele grote winkels in de buurt die misschien in een stad wel zitten waar ze chokers verkopen. Dus daar was ik heel blij dat ik deze bij de Vibra tegenkwam. Nou ga ik door met de spullen van de Action en deze tas zit echt super vol. Allereerst vind ik hier bovenop microfiber doeken. Ik vind microvezeldoeken gewoon heel erg fijn. Ook als je gewoon wil stoffen, dan nemen ze gewoon meer stof op als bijvoorbeeld van die gele doekjes. Dus deze vind ik altijd wel heel erg fijn en die had ik dus niet meer. En ik heb er hier 1, 2, 3, 4, 5 doeken. Dus ja, dan kan je tenminste weer even voor uit en je kunt deze gewoon prima uitwassen. Dus dat is echt ideaal. Dan kocht ik een schaar en je hebt deze in verschillende varianten. Je hebt een grote en een kleine. Ik ben voor een grote gegaan. Ik vind dat toch iets handiger met verpakkingen van etenswaren bijvoorbeeld open te knippen en zo. En deze heb je dan in verschillende kleuren en ik ben gewoon lekker voor rood gegaan, want ik hou wel van rood. Ook kocht ik een audiosplitter en dit is dus gewoon zo'n dingetje wat je onderin je MP3 speler of je iPod kan steken gewoon in het dopje, het gaatje waar je oordopjes in gaan. En dan kun je dus twee paar oordopjes hier weer in steken. Dat is gewoon super handig. Zo kun je bijvoorbeeld met twee personen muziek luisteren op één apparaat. En heb je gewoon allebei je eigen oortjes, wat ook wel zo hygiënisch is. En ja, ik was hier al een tijdje naar op zoek en nu kwam ik ze tegen. Dus ik dacht, die neem ik ook even mee. Dan heb ik een gasaansteker en deze had ik echt zo hard nodig. Want ik stak het gas steeds aan met een aansteker en dat kan op zich prima. Alleen ik vind het toch een beetje griezelig omdat je best wel dicht bij je pit moet. En nee, het was niet zo mijn ding. Dus ik moest echt dringend een gasaansteker en ik ben ook gewoon lekker weer voor een rode gegaan. En ja, deze zijn gewoon prima, die van de Action. Dus een gasaansteker. Dan hadden ze bij de Action handdoeken en washandjes in de aanbieding. En daar was ik zo blij mee, want die had ik echt nodig. Allereerst heb ik een blauw washandje gekocht. Leuk kleurtje, vond ik het wel. Gewoon lekker fel. Ik heb een roze. Ik heb een zwarte. En hier is die. Een grijze. En dat was echt, dat kwam echt super goed uit dat ze nu in de aanbieding waren. En daar heb ik ook dus handdoeken bij gekocht. En deze zijn gewoon om te gebruiken na het douchen. Ze zijn niet super groot, maar ik vind het op zich een prima formaat. Gewoon om je eigen mee af te drogen. En daar heb ik dus ook een blauwe van gekocht. Een zwarte. Een grijze. En een roze. En misschien ga ik er nog een paar bij halen. Want ze zijn nu nog in de aanbieding. Dus ja, dan heb ik in ieder geval al een klein voorraadje van dat soort dingen. Want ik vind het toch wel fijn om dat gewoon voldoende in huis te hebben. Want het is toch wel zo fijn om gewoon elke dag een schone te kunnen pakken. En een handdoek hoeft dat nog niet zo heel per se. Want je droogt je eigenlijk er alleen maar mee af. Die kun je prima nog eventjes drogen over je verwarming. Maar een washandje is wel zo fris om elke dag een schone te kunnen pakken. Dus ja, ik denk dat ik daar nog een paar van ga bijhalen. Dan kocht ik super handig een keukenrolhouder. En hij is gewoon lekker simpel. Je hebt hem in twee varianten.
Je hebt ook een iets luxere versie, maar dit is gewoon een simpele en die vond ik prima. Het is gewoon alleen dat mijn keukenrol blijft staan. En daar vond ik deze gewoon prima voor. Dan kocht ik een zakje kattenvoer. Ik heb 3 katten en het kattenvoer was bijna op. Dus ik dacht, toen ik dit voer zag, hey, dat ziet er op zich best wel goed uit. En ik wilde dat wel eens proberen. Om te kijken of dat mijn katten dit lekker vonden. Ik haal normaal ook altijd het konijnenvoer bij de Action. Mijn konijn die vindt het zo erg lekker. En er zit gewoon voldoende in ook wat er nodig is voor een huisdier. Dus, maar die was helaas op. Dus ik dacht, ik kan het voor de katten ook eens proberen. Ik ken dit melkmerk zelf niet. Maar ja, de verpakking ziet het is rich in salmon en rich. Dus ik ben heel benieuwd of dat ze dit lekker gaan vinden. Dan kocht ik dit zakje met flossticks. En dit zijn gewoon van die handplastic dingetjes met een flosdraadje eraan. Zodat je eventjes tussen je tanden door kunt gaan als je er wat tussen hebt zitten. Of gewoon als je dat prettig vindt. Ik vind deze heel erg fijn. Ik hou dus echt totaal niet van flosdraad. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar deze vind ik wel heel fijn. En ik had ze echt al zo lang niet meer in huis. En elke keer als ik bij de Action kwam, vergat ik ze. Maar nu dacht ik er eindelijk aan. Dus nu heb ik deze weer gekocht, gelukkig. Dan kocht ik ook nog een pakje met haarverf. En ik hou eigenlijk altijd het haarverf bij de Action. Omdat het gewoon lekker goedkoop is. En bij mij is de dekking heel erg goed. Ik heb nu wel een iets andere tint volgens mij dan ik had. Want ja, het verschilt heel vaak. Maar het was ook gewoon echt weer nodig. Ik had het al zo lang niet meer gedaan. Dus ik dacht, hoog tijd om weer een pakje mee te nemen. Dan kocht ik trekbandzakjes. En dit zijn eigenlijk gewoon van die zakjes die je in een emmertje kan doen die in je toilet staat of zo. Ik gebruik ze ook heel vaak om iets van vlees of zo in te doen. Als er echt nog een hele doos omheen zit en dat moet erin blijven, dan gebruik ik ze ook. Je zit ook zo'n trekband aan, dat vind ik ideaal. Dat sluit toch makkelijker af. Dus niet heel bijzonder, maar het goedkoopste toch wel bij de Action. Dan kocht ik ook nog nieuwe vuilniszakken. En dit zijn ook trekbandzakken. En deze hebben lavendelgeur. Ik ruik hem ook gewoon al echt wel. Ik kwam deze al vaak tegen in andere shoplogs. En ik was wel heel benieuwd of dat wat ging zijn. Want nu gebruik ik gewoon altijd van die zwarte zakken. En aangezien ik huisdieren heb, dus ja, ook mijn kattengrit in zo'n zak moet, dacht ik van, misschien absorbeert dat een beetje de geur. Want als je dat in je vuilnisbak hebt zitten, ruik je dat wel. En je gaat dan ook niet gelijk je vuilniszak wegdoen, omdat er gewoon nog veel meer in kan. Dus ik dacht, misschien gaat dit wel wat zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat dit de geur tegen gaat gaan. Dus ja, ik had het toch nodig en ik dacht, ik ga gewoon een keertje voor deze om te kijken of het werkt. Dan kocht ik nog een set met deze hele simpele mesjes die je voor heel veel doeleinden kunt gebruiken. Om aardappels te schillen, groenten te snijden, nou ja, noem maar op. Ik vind ze voornamelijk heel erg fijn om groenten mee te snijden. Dus ja, dat is gewoon super makkelijk. Dan heb je gelijk weer 5. Dus dan kan ik er weer even tegenaan. Dan heb ik iets waar ik super blij mee ben. Want die heb ik heel erg gemist en dat is een waterkoker. Deze heb je in het zwart en in het wit. En ik ben voor de zwarte variant gegaan. En ik heb eigenlijk altijd waterkokers van de Action gehad. En die bevielen prima. En de laatste tijd kookte ik dus water in een pannetje. Om bijvoorbeeld als je een keer kuppensoep of zo wilde. Nou ja, dat duurt gewoon best wel lang. En een waterkoker is dat gewoon een stuk korter. Ik ga hem er dus even uithalen om te kijken hoe die er uitziet, of dat hij anders uitziet. Ik denk het niet, overigens. Oh, cool zeg. Nee, het is helemaal niet cool. Hier moet ik gewoon mee terug, want volgens mij, hoe zit dat dan? Volgens mij ontbreekt de onderkant. Kijk, dit is de waterkoker. Die ziet er precies hetzelfde uit. Maar de deksel zit er niet bij. Shit. Zit hij erin? Wacht. Volgens mij. Wacht even. Oh.
te snel, te voorbarig geweest, want hij zit dus in de waterkoker zelf. Dus ja, hier is dan de onderkant. Ja, nou ja, misschien wel logisch om zo te verpakken, maar ik had dus daar zo in ieder geval niet snel naar gezocht. Maar hier ben ik wel weer super blij mee, dus ja, dan kan ik weer lekker water koken om thee te drinken of koffie of wat dan ook. Dan kocht ik ook nog een heel erg leuk marmerkrukje. Deze staat al in elkaar, dus ik zal even een foto plaatsen in de video, zodat je kan zien hoe die eruit ziet. En ja, dit is, ik vond dit gewoon heel erg leuk. Je kunt hem als bijzettafeltje gebruiken, maar ja, eigenlijk ook wel handig om mijn laptop bijvoorbeeld eens op te zetten, om naast me neer te zetten. En die vond ik gewoon heel erg leuk uitzien. Ook zou ik hem bijvoorbeeld ook nog als ondergrond kunnen gebruiken om foto's op te maken. Dus daar kun je heel veel kanten mee op. Dus daar was ik ook heel blij mee, want ik had de laatste. Dan kocht ik een kokerrok van de Action. En hier was ik echt al heel erg lang naar op zoek. Ze hadden ze van de winter eigenlijk al in de folder staan. Toen kon ik ze niet vinden. Nu stonden ze weer in de zomerfolder. Toen dacht ik, nou, dan wil ik echt even gaan kijken. En nu heb ik hem dus eindelijk gevonden. Heel blij mee. Ik heb een L genomen. Mijn zusje die zei nog, die gaat jou echt groot zitten. Maar ik wilde zo graag een zwarte en ze hadden geen zwarte meer in M. Dus ik dacht, ik ga gewoon een L proberen. Mocht die niet passen, dan kan ik hem altijd ruilen. Want ja, dat is gelukkig nu niet meer zo moeilijk. Ook omdat je geld gewoon terugkrijgt. Dus ja, mocht het echt niet passen, dan gaat hij wel terug. Maar ik hoop dat die past. Dan heb ik een setje met theelepeltjes. Dat is natuurlijk wel heel erg handig om je koffie mee door te roeren. Of je thee of wat dan ook. En ja, die zijn van de Action prima. Dus daar ben ik ook heel, heel blij mee. En als laatste nam ik nog een setje chokers mee van de Action. Dit zijn 3 chokers. En hier heb je dus 3 verschillende. Je hebt een, ja, wat bredere. Dit lijkt meer op zo'n tattoo choker die ik vroeger heel vaak zag. Ondertussen gaat de kat met een balletje spelen. Heb je een iets dunnere. Hier zit ook een hangertje aan. En dan heb je nog, ja, deze. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Heb ik gewoon wat meer afwisseling. Dus het ziet er heel erg leuk uit. Dus daar ben ik ook blij mee. Toen kwam ik onder op de bodem nog 2 items tegen die ik bij Big Bazaar kocht. Die zal ik ook nog even laten zien. Die was ik dus vergeten. Nou, allereerst, het is niet interessant, maar goed. Pak je met inlegkruisjes, ja, gewoon handig. Verder niet heel veel bijzonders over te vertellen. En een pak met kapperscharen. Dit zijn gewoon van die ja, speciale kapperscharen. Ik knip mijn puntjes altijd zelf. Ja, als je lang haar hebt en ja, je kunt dat prima zelf, dan ja, kun je dat ook best wel doen. Maar ik had eigenlijk geen echt goede schaar, want ik pakte gewoon mijn huistuin- en keukenschaar. Dus ik dacht, nee, dat moet je niet doen, dan moet je speciale schaven kopen. Dus dit setje met scharen, die kocht ik bij de Big Bazaar. En er zit volgens mij zelfs een uitdunschaar bij en een kam. Dus, nou ja, super handig. Dus, ja, deze. En dan was dit mijn mega shoplog. Ik vond het eigenlijk best wel leuk om dit een keer op deze manier te doen. Want eigenlijk heb ik, nee, dit eigenlijk ook echt nog nooit gedaan. Ik denk dat er de komende tijd nog wel meer shoplogs aan gaan komen. Aangezien ik nog wel meer spullen nodig heb en nog niet alles heb. Dus als je dat leuk zou vinden, ja, doe dan even je duimpje omhoog. Dan weet ik dat, dat jullie het ook leuk vinden als ik die ook zou laten zien. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, kun je dat doen op de knop rechts. Is helemaal gratis. Bedankt voor het kijken en ik zie je heel snel. Doei!